we hebben hier twee wedstrijden in één. We hebben hier het Nederlands kampioenschap. Dat is vanmiddag, lange baan. Dus dat is 1000, 2000, 3000 en 5000 meter voor verschillende leeftijdscategorieën. Dat is het middagprogramma en in de ochtend hebben we hier de Hansenregatta. Dat zijn bijwedstrijden over 200 meter. Ik vind het een hartstikke gezellig weekend. Vooral in de middag vind ik het wel altijd wat leuker worden. In de ochtend is het nog een beetje rustig en zo. Maar tegen de middag en de avond wordt het echt gezellig. Vooral dat je al met z'n allen samen bent. Ja, ik vind het heel leuk, gezellig. Succesvol ook. We hebben hier ongeveer 13 tot 15 verenigingen. En er zijn ook een aantal kanovaarders op persoonlijke titel hier. En ze komen eigenlijk uit het hele land. Nou, dat varieert van Tilburg, Noord-Holland, Groningen, Hengelo, Deventer en hier uit Kampen uiteraard. Voor de stad is het geweldig belangrijk dat een stad met sport wordt verbonden. Sport dat heeft zoveel positieve elementen in zich en heeft ook zoveel uitstraling naar alle sectoren in de samenleving toe. Wanneer we denken aan inspanning, discipline, teamwork, organisatie, dat dit van wezenlijk belang is. En als je dan als stad Kampen ook met deze wedstrijden mag worden verbonden, dat beschouw ik ook als burgemeester van Kampen als een bijzonder voorrecht.